Ik denk dat de club daar het beste kijk op heeft en die heeft besloten van niet en dat is prima. En dan wat ik al zeg, dan moet ik gewoon aan mezelf werken en dan geeft mij de kans om wel te spelen en te trainen, dus stop. Ramon Hendricks, jullie lijken het weg te geven hier in Dordrecht, maar uiteindelijk valt die 2-3 dan toch nog, dan ben je opgelucht neem ik aan. Ja, zeker weten. Ik denk dat we heel goed aan de wedstrijd beginnen, 2 goede goals maken. Ik denk dat we daarna onnodig weggeven. Ik denk dat je dan eigenlijk door moet drukken, door het bij je keel moet pakken en niet meer los moet laten. Ze maken 2 goals en wij maken later de 3-2 en dat ligt zeker op, ja. Zij maken 2 goals. Is dat op het konto van jullie te schrijven, dat jullie ze weggeven? Of is dat ook op het konto van FC Dordrecht dat ze terugkomen? Nou, ik denk dat Dordt vandaag durft te voetballen, durft door de linies te spelen en kans creëren. Maar ik denk dat wij dat aan onszelf te danken hebben. Ik denk dat als wij, wat ik al zei, als we na de 2-0 gewoon doordrukken, dat we eigenlijk niks weg mogen geven. En dat hebben we wel gedaan. Als je dan kijkt over het totaalplaatje van de wedstrijd, waarop slepen jullie hem dan alsnog over de streep uiteindelijk volgens jou? Ja, ik denk dat wij heel veel karakter in de ploeg hebben. Ik denk dat de statistieken dit seizoen dat ook heel vaak al gezegd hebben, dat wij vaak laten goals maken. En ja, we hebben de mentaliteit om hem dan uiteindelijk als team over de streep te trekken. En ja, dat is goed als team. Even over jou persoonlijk, gewoon weer 90 minuten vandaag. Het is eigenlijk alleen maar 90 minuten voor jou, sinds dat je hier bij NAC speelt. Ja, hoe, ben je tevreden? Hoe gaat het tot nu toe bij NAC? Hoe voel je? Ja, sinds dat ik hier ben heb ik veel wedstrijden gespeeld, 90 minuten gemaakt. Dat is lekker voor mijn ontwikkeling. Ik ben blij met de jongens om me heen, die hebben me goed opgevangen. En, ja, ik denk dat ik wedstrijden best wel goed speel. Ik win veel duels en ja, dat is gewoon belangrijk voor mij als verdediger zijnde. En ja, die lijn moet ik doortrekken. Je bent hier natuurlijk in januari gekomen. Natuurlijk kom je dan met hoge verwachtingen van Feyenoord naar NAC lijkt me. Maar had je ook verwacht dat je er meteen zo snel zou staan? En zo meteen zo vaak 90 minuten zou spelen? Nou, ik wist wel dat de kansen waren om te spelen. En ja, dan is het gewoon aan mij om te laten zien dat ik goed genoeg ben in de training aan de trainer Maurice. En ja, dat heb ik vrij snel gedaan. En ja, is top dat ik dan nu kan spelen. Wat doet het met jezelf dat je er meteen zo staat op dit niveau? Ja, ik krijg gewoon vertrouwen van de jongens om me heen en van de staf. Ja, wat doet het met mij? Het geeft me vertrouwen. Ik speel lekker, ik maak minuten, dus ik ontwikkel mezelf op een hoger niveau dan in de onder-21 competitie. Ja, dat is top voor mijn ontwikkeling. Want daar begon natuurlijk allemaal nog dit seizoen in die onder-21 competitie. Maar ja, die werd natuurlijk vrij snel door de crisis stilgelegd. Hoe heb jij de eerste maanden van dit seizoen beleefd, oftewel de laatste maanden van vorig jaar? Ja, moeilijk. Deze tijd sowieso een hele moeilijke tijd. En voetballend gezien train je dan in de onder-21 met 2 of 4 man zeg maar, in groepjes. Dan werk je vooral aan je conditie, dat is lastig, want je wil gewoon het liefste voetballen. Je wil gewoon partij spelen, fysiek contact hebben met de jongens. En ja, dat kon niet, dus des te mooier dat ik nu bij NAC wel alles mag doen. Ja, wat deed dat toen met jouw gedachten? Had jij zoiets van, nou laat me maar snel verhuurd worden, dat ik elders minuten kan maken? Of zat je toch stiekem te zinspelen of te hopen van, nou misschien haalt advocaat me wel gewoon bij de eerste selectie? Nou, ik heb een aantal keer meegetraind met Feyenoord eerste en ja, telkens net niet. En dat is prima, dat is de keuze van de trainer. Maar als dan NAC zich meldt in de winter, dan is het natuurlijk heel mooi dat ik daar gewoon heen kan om te trainen en om minuten te maken. En daar ben ik Feyenoord en NAC heel dankbaar voor. Is dat nog een teleurstelling voor jou geweest, dat je nu nog niet die stap kon maken om aan te sluiten bij Feyenoord 1? Of had je dat zelf ook wel van, ik moet eerst elders gewoon mijn kilometers maken? Nou, ik denk dat het een teleurstelling voor iedereen is als je niet bij de eerste selectie komt, als je daar wel af en toe mee traint, maar ja, het was niet zo en dat is prima. Dan moet je gewoon aan jezelf werken en beter worden en dat doe ik nu bij NAC en dan hoop ik als we een beter spelen terug naar Feyenoord te gaan. Was je er al klaar voor volgens jou, voor Feyenoord 1? Nou, volgens mij, ik denk dat de club daar het beste kijk op heeft en die heeft besloten van niet en dat is prima. En dan wat ik al zeg, dan moet ik gewoon aan mezelf werken en NAC geeft mij de kans om wel te spelen en te trainen, dus stop. Ja, je zegt het al een paar keer, ja, mezelf werken, mezelf ontwikkelen. Op wat voor punten wil jij het meest aan jezelf werken of jezelf ontwikkelen? Of merk je al dat je aan jezelf werkt? Ja, ik denk dat je als speler, als je van de jeugd komt, allround zeg maar, moet werken aan jezelf. Ik denk dat je in alles beter moet worden. In je coaching, in je verdedigen, in de manier van spelen. Wat er gevraagd wordt als je op een hoger niveau gaat voetballen. Dus ja, in alle punten kan ik beter worden om allround beter te worden als ik terug kan naar Feyenoord.
In hoeverre ben jij nu in je hoofd eigenlijk bezig met Feyenoord als je nu namens NAC op het veld staat? Of is dat alleen maar NAC? Ja, dat is alleen maar NAC. Ik speel nu hier een half jaar, dus ik ben een speler van Feyenoord, maar ik speel nu volledig voor NAC, dus mijn focus is ook daar. We spraken ook eerder dit seizoen met Nauw van Bannis, die natuurlijk bij FC Dordrecht speelt, ook een Feyenoord huurling, oud ploeggenoot van jou. Die zei dat hij zich een beetje aan de kant geschoven voelde bij Feyenoord. Heeft dat gevoel ook enigszins bij jou geleefd, omdat je natuurlijk toch de laatste maanden van vorig jaar zo een beetje in een isolement kwam, omdat die competitie wegviel, of totaal niet? Nee, ik heb dat niet zo gevoeld. Ik heb een aantal keer mee mogen trainen met Feyenoord 1 en dat is heel mooi. Dan kan je ruiken aan hoe dat niveau is. Ik heb zelf niet het gevoel dat ik aan de kant geschoven ben. Het is gewoon een keuze van de trainer. Of die je mee laat trainen of niet. En dat was niet zo. En dat is prima. En wat ik al zeg, als dan in de winter NAC voorbij komt, dan is dat heel goed. Je komt hier natuurlijk ook een ploeggenoot van Feyenoord tegen met Marouane Azarkan. Hoe is dat? Praten jullie daar veel over? Hebben jullie überhaupt contact gehad over zijn komst? Want hij kwam natuurlijk iets later dan jij. Met Maru? Ja. Ja, zeker. Maru heeft gewoon mij gevraagd hoe het was hier bij de club. En ik heb gezegd dat het heel fijn was. Leuke jongens die je opvangen, goede staf, lekker voetballen. Dus het is alleen maar goed dat Marouane hier is gekomen. Lovende woorden. Zeker. Als ik nou aan jou vraag een persoonlijke doelstelling en een doelstelling voor de club aan het einde van het seizoen. Wat zeg je dan? Persoonlijke doelstelling is gewoon nog steeds zoveel mogelijk minuten maken. En in die minuten gewoon heel goed presteren. En als team zijn gaan we natuurlijk gewoon voor naar de Eredivisie. Met de play-offs of direct.